Als land zullen we moeten leren leven met het vertrek van werknemers naar het buitenland, stelt minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei McAndrew dat Suriname niet het enigste land is waar veel personeel naar het buitenland trekt voor een beter bestaan. Wel, ik heb altijd gezegd, we zijn in een global competition for skills. We zijn in een competitie voor skills die gevraagd zijn. Al jaren wisten we dat de babyboomers, de laatste babyboomers dit jaar met pensioen zouden gaan. Waardoor het toch wel een enorme vraag zou zijn aan zorgpersoneel. Dat is wereldwijd het geval, niet alleen in Suriname. En we merken dan dat de mensen trekken naar gebieden waar ze toch wel een betere voorzieningen hebben. Is iets waarmee je als land zal moeten leven. Ik ben ook weg geweest uit Suriname omdat ik mijn situatie kon verbeteren. Dus ik zal nooit tegen iemand anders zeggen dat zij dat niet kunnen of mogen doen. De bewindsman stelt dat er nu gekeken moet worden hoe het probleem van het steeds wegtrekken van personeel aangepakt kan worden. McAndrew zegt nu bijvoorbeeld bezig te zijn om in opdracht van de president zaken in kaart te brengen, zodat er beter ingespeeld kan worden op de verbetering van de salarissen binnen de zorgsector.